Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een mooi voorjaarsbloemstuk maken. We gaan namelijk zelf een ei maken. Je hebt heel veel aangevraagd. We gaan dat doen met een mooie bol van Oasis Bio. Heel veel zin in, dus heb je er ook zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis, dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je dit pakket nu zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwelijnbloemist.nl. Daarnaast gaan we ook deze mooie eieren straks verwerken. Werd ook al veel aangevraagd naar de shopblog, dus die kan je ook los vinden in de webshop. En dan zou ik zeggen, heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog en dan gaan we aan de slag. Zoals ik al zei, gaan we vandaag een mooi ei maken. We gaan eieren versieren. Hoe leuk. Ik gebruik dat voor de bol van Oasis Bio. Ik heb hem al mooi vol laten zuigen. Ik heb er ook een mooi schaaltje onder van Oasis. En het fijne daaraan is dat hij wat dieper is. Dus hij steunt ze mooi op. En hij vangt er nog eens een beetje water op. Dus dat is ook nog eens fijn. We gaan hem eerst even zo snijden dat we een beetje een vorm krijgen van een ei. Ik snijd dus een deel van de zijkantjes af, zodat hij aan de zijkant iets smaller wordt. En dan krijgen we iets meer de vorm van een ei. We gaan hem natuurlijk straks volsteken met bloemen, dus het komt niet heel precies. Maar het is wel mooi als we al een beetje die vorm erin hebben. Maken we het onszelf iets makkelijker mee. Als je dat hebt gedaan, dan gaan we katteltjes maken. Want ik wil graag straks de onderkant als een de schil van een ei. En de bovenkant met bloemen. Dus ik ga even een beetje uittekenen hoe ik dat wil. Zodat ik weet wat ik dan aan kan houden. En ik zigzag dan gewoon op de bol. Als je dat voor jezelf gedaan hebt en je hebt dat voor jezelf duidelijk wat je aan moet houden, dan gaan we de onderkant zo versieren met eucalyptus. En het leuke is natuurlijk dat je eucalyptus aan het blaadje ook best wel kan knippen. Ik bedoel dan het blad. Dus als je echt het puntje erin wil houden van de katteltjes van het schil, laat maar zeggen, wat we normaal aanhouden, en dan kan je die op maat knippen. En dan weet je dat je ongeveer die zo moet aanhouden. Hè? Ik doe het dus heel kort. Dus ik gebruik de blaadjes allemaal één voor één. Dat betekent dat ik net boven het blaadje het blad afknip. En daarmee versier ik de onderkant. En ik zorg dus dat ik die katteltjes van het ei erin hou. Zodat we daarmee de schil uitbeelden. En de onderkant mag best wat over het schaaltje heen. Maar we gaan dus ook iets van een nestje maken. Dus dan zie je het schaaltje ook niet zo heel goed meer. Dus die werken we straks nog weg. Zo maak ik aan één kant echt een puntje. Dat doe ik met een goede scherpe schaar. Dat is wel belangrijk. Ik gebruik ervoor echt een bloemschikschaar.
Zoals je kan zien heb ik de onderkant van de schil van het ei, laat maar zeggen, klaar. Nu is het tijd om de bovenkant te vullen met mooie bloemen. En dit doe ik met mooie kleine compacte bloemetjes. Goed, dan gaan we het ei verder versieren. Bovenop steken we iets langer weg. En aan de zijkant juist heel kort, zodat je dat die vorm van het ei echt mooi inhoudt. En ik steek hem gemengd op. Zoals je ziet bouw ik hem een beetje uit. Ik begin bovenop, dan weet ik dat ik die lengte aan moet houden, hier kort. En vanuit daar vul ik hem verder op. Zo hebben we ook gelijk de verdeling mooi. Snij alle bloemen goed schuin aan, dat is heel belangrijk. En ik vul op deze manier het ei mooi op. En ik versier hem helemaal. Mocht je nu op bepaalde plekjes nog een klein beetje steekschuim zichtbaar hebben, hè, dan is het belangrijk dat je die even opvult met een klein beetje Tilantia. Die past qua kleur hier echt prachtig bij. Een heel luxe ei hebben we zo. Heel erg leuk. Je kan dit mooie ei zo neerzetten. Heel erg mooi al. Mooi rijk gevuld met bloemen en die vorm is heel erg leuk. Maar wat ook leuk is, is om hem op verschillende soorten schalen neer te zetten. Misschien heb je zelf wel een mooie schaal of ik laat ook wat leuke dingen zien. En dan heb ik ook nog wat leuke eieren die je ernaast zou kunnen zetten. Maar eerst maken we er nog even een nestje onder. Ik vlecht de katjes in elkaar. En dit wordt ons nestje. En dit doe ik elke keer weer. En straks gebruik ik ook nog wat andere takken. Mooie krulwilg. Als je hem wat compacter wil, zou je er eventjes een ijzerdraadje omheen kunnen doen, ook voor de stevigheid. Prachtig, heel erg leuk zo. Dan heb ik verschillende ondergronden, deze mooie zwarte. Beetje industrieel, heel erg leuk. Zou je hem op kunnen zetten, heb je een heel mooi schaaltje. Ik vind zelf deze echt heel erg tof. En dan zou je hem natuurlijk in het midden kunnen zetten. Maar ik vind deze er geweldig bij om erbij naast te zetten. Kijk dan hoe luxe en prachtig. Heel erg mooi. En die heb ik eventueel ook in een grijze variant van die blad. Die staan ook allemaal los in de webshop. Ook heel erg mooi. En dan zou je ook 1 of 2 eieren naast kunnen zetten. Ook prachtig. Ja, en zo hebben we een toppetje gemaakt. Een heel mooi, ja, luxe bloemstuk. Waarbij je eigenlijk alle kanten op kan. Ei kan je echt overal neerzetten, zo los al. Maar het is ook heel mooi met die industriële stenen eieren van PTMD. Ook heel erg tof. En zoals je kan zien is hij ook echt super mooi op dat witte. Dan steekt hij wat meer af. Dus
ook heel leuk. Ja, je kan er echt gewoon alle kanten mee op. Heel erg leuk. Je kan het helemaal naar eigen smaak maken. Wil je dit pakket nu zelf bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Ja, zo kan je zien dat je met zo'n Oasis Bio Bol eigenlijk iets heel aparts kan maken. Hè? Ja, echt een voorjaarsbloemstuk. Een mooi ei. Goed. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Laat me weten wat je van deze video vond. En dan zien we bij de volgende keer weer.